What's up guys, mijn naam is Nessim. Mijn naam is QC. En dit keer zijn we in het buitenland. Ja, dat konden ze zien aan de achtergrond. Ik heb nog nooit in Rotterdam gezien of zo. Ja, hè? We zijn weer met Foutomatic, aflevering 3 van seizoen 2. Het heeft even geduurd. Maar, zoals jullie weten, super gaan even kantoor. We hebben nu cameramannen, dus we kunnen nu veel meer doen. We zijn er man, aflevering 3. En vandaag met niemand minder dan... Tony Junior, what's up man, what's up man, what's up? Lekker man, bro. Je bent er. Yes. Ik heb er Tony, zin in. Heb je er zin in? Ja, fucking hell. Je kent het concept. QC, leg het even uit. Wat is Foutomatic? Nou, kijk. Jij krijgt een oortje in. Wij krijgen oortjes om met jou te kunnen communiceren. Rij het veld in en jij moet gewoon doen wat wij zeggen. Maar ik heb veel meer zin in dat we om gaan draaien. Ja, je mag ons daarna terugpakken, inderdaad. Heel goed, daar heb ik echt zin in. Ben je voorbereid? Net toen we weggingen heb ik even nagedacht over wat een beetje kan gebeuren. Dus... Inie mini, maar ik ben vooral nu heel zenuwachtig. Wij zijn ook zenuwachtig, omdat het ook in het buitenland is. En is het eerste keer dat we ook gewoon in het buitenland zijn, man. Gewoon echt voor het eerst. Willen we een groepsknuffel met z'n allen doen? Lekker man. Ja, lekker man. Ja, wie zat er aan mijn reet, jongens? Even normaal. Aight, Tony, we gaan je dan preppen en dan mag je het veld in, man, bro. Is goed. Let's go. Lekker, let's go. Let's go, Bing. Ja! Hoe zeg je dat in Italiaans? Let's go. Nou, Tony, je bent prept? Nee, helemaal niet. Helemaal niet, man. Geen zin in? Zeker wel. Maar zeg maar, voor de uitzending was je nog wel, ja, dit doe ik wel of zo. Is een beetje in die, ja. Heel stoer. Ja, ik dacht het is wel chill, je voelt het niet, maar... Jongen, als je hier staat en je moet het nu doen, politie, leger om je heen. Ja, maar op zich, kijk, dit is de eerste keer dat we in het buitenland zijn. Je zou denken, het scheidniveau is hoger dan in Nederland, toch? Ja, ik weet niet wat het is, wat hij al zei. Al die politie's, die leger en zo, maakt me een beetje zenuwachtig, man. Ja, ik durf niet te ver te gaan, dat er straks een mitrailleur in mijn nek ligt. Zeg maar, wat ik altijd in Nederland doe, dat schreeuw, dat moet ik hier niet doen, man, bro. Dat moet ik niet doen. Maar, hey, we gaan het doen. This is the moment. Ik heb zin, ik kom, let's do it. Ga maar het veld op, man. Hey, Tony, we gaan naar die twee mensen daartoe. Ga naar hem toe, een beetje snel. Scusi. Can you take a picture? Can you make one picture of me? Sure. But with your phone. Can we do the same? Sure. I don't have telephone, so can you make it? And you sent by MSN? Yeah. You sent on MSN? Yeah. Poseer nu heel gay. Met je handen en je haren, zeg maar. Zo in je handen en je haren. Oké, zeg, wait, one more. En nu de twee vingers zo als op je beft. En doe ook je tong zo heen en weer bewegen, man. And why am I gonna send it? Via MSN. Yeah, you have party peeps. You have party peeps? You got a mail. Yes, I have a mailbox. I have no pen. But mijn adres is likballen@gmail.com. Likballen at vagina.com. Vagina.com. Thank you very much. No problem. Oh, lady. Even de andere kant op kijken. Zal ik hem schuren? Ja, broer, daar gaan we. We gaan eraan. Noem maar die man aan die Pakistan daar met die zwarte jas. Zeg, hey sir, can I ask you something? You speak English? Weet jij toevallig waar de Albert Heijn is? Gewoon in het Nederlands. Do you have a clue where the Albert Heijn is? Ja, de Albert Heijn. Zeg, I'm Tony Gay, DJ from Netherlands. I'm Tony DJ, gay. from the Netherlands, yes. Thank you very much, sir. Ga even naar die groepje jongeren achter jou. Die selfie aan het nemen zijn. Ga erbij staan en neem een selfie met ze. Nog één foto. I'm a famous Can DJ. Can we make one more? I am famous DJ. I'm super famous. Let's do it. One more. Only sexy people. Thank you. Hey bro. Sorry? Geef hem een knuffel. I will give my name, but I want a hug. Give me a hug. Bro hug. I'm not gay. Just a hug. Just a hug. I want to give. Blijf hem vasthouden. Thank you very much. Blijf hem vasthouden. One more, I love it. You soft. Je moet hem blijven vasthouden. Yeah, tot yes. Het awkward wordt. Thank you, blijf, tot het awkward wordt. Gewoon de hele Thank tijd. Yeah, blijf. Zeg. I like it again. Me too. I like girls. Zeg, I came with many drugs here. I came with many drugs here. Zeg het dan echt niet. Dat kan je niet maken, jongen. Je kan hier echt niet zetten, jongen. Vertel eens, fucker undercover. Ga even naar die twee chicks daar ook. Hey, zeg tegen hun, ik heb ook een grote olifant. Excuse me. Oh, godverdomme. You guys see the big elephant? Ja, dat we. The big horse? I also have a big horse. I got a big slip. You guys like it? Hey, vraag aan iemand of hij een foto van jou wilt nemen bij die kont van die paard. Excuse me, can you make one picture of me? Yeah, with the horse? Oh. Zeg, but I want to have a photo by the butt. Can you make the picture from here? Picture for my boyfriend. It's a picture for my boyfriend. Blijf maar gewoon zo zitten en, wijs naar die kont. Oh, ja, man. Probeer die kont te vinden. Wrijf over die. Straks is het een heilige paard in Rome. Yeah? Thank you very much. Can you send an email to me? Can you send it to me? Je zegt doozy sushi. I like the smell of tuna fish. I like the smell of the sushi. And I love it. The email? Yes. Sushi douchey at
@konnichiwa. Konnichiwa.com. Dat kon echt niet, man. You can send it, thank you very much. Dit was echt racistisch. Thank you very much. Yeah. Sushi, douchi, bye bye. Deze was zo slecht. Ik weet niet waarom je opeens gaat zitten. Denk dat je klaar bent. Ga naar die man. Ze zeggen tegen hem, ik zoek buttplug. Wil je also een buttplug? Ja, yeah, can I put this in my ass? Is this for ass? But is it not schadelijk? Is it not hurtful? Ze snappen het niet. Is this the buttplug? Ja! Ja! Hij gooit een ja! Dat is een jongen naar me uit. Ga naar die chick toe die daar een foto aan het nemen is. En ga ernaast staan alsof je haar vriendje bent. Zeg, kijk naar mijn tatoeage, kijk naar mijn tatoeage. Deze staat voor Gordon. Hij heeft met mijn reet genomen. He did me in the ass. Oké, ga midden op het plein staan, soort van hier, in het midden staan. Ja, hè? En doe alsof je een set aan het draaien bent als DJ. Are you ready? Come with me, come with me. I want some hands in here right now. Clap, 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 clap. Iedereen lacht. Alright, let's go. Let's go down, everyone. Go down, go down, go down. I'm gonna count to three and everyone will jump, alright? 1, 2, 3, hey! Thank you guys so much. I love you guys. Thank you, bro. Tony, a gay star from Netherlands. My name is Tony Jr. I'm the first gay DJ from Holland. Je schaamt je dood, hè, eerlijk. Oh, jij schaamt je helemaal kapot. Besef dat deze mensen hier nog steeds wat van je verwachten. Ga die boy versieren met die Adidas shirt. Mag ik jouw telefoonnummer? You like boys? No. Yes. You gay? Yes. Yeah, you like boys? Is your problem? Laat zijn hand niet los. Hold my hand. Blijf praten met zijn hand. I got Adidas at home. I love Gordon as well, man. I love Gordon. You gay? Blijf met z'n allen zo. Sorry? Come here, come here. En zeg, we zijn nu met z'n allen gay. Hold our hand. Oh, yeah, no, but it's... For the gay boys. Pornofilm. Me, I'm porn star. Broer, aai die jongen op zijn hoofd. Aai hem op zijn hoofd. I like you, man. I like little boys. I love. Laat ze aan jouw haar zitten. Yeah. You want to touch my hair? You like that? You like it? You want to touch it? No. Okay, push up, push up. Then I love you, I love you. Me too. Then, let's go. I love you. I like your little butt. 3, 4. I love you, you know that. No, okay, come here. Stay. Let's do this one. Tony, kom even hierheen. Tony, go. Tony. Wat is je eerste ding? Zeg maar, hoe ging het? Ik ben wat gewend, maar nog nooit zo'n hoog level awkward gevoel. Oh, ja. Wat vond je het kust om te doen? Sushi douche konnichiwa. Ja? Ja, die vond ik... Wat een racistisch was. Nou, eigenlijk ook wel een beetje, ja, stiekem wel een beetje. Dus ja, die vond ik wel het moeilijkst, man. Ja, maar... Ja, het moment is aangebroken. Ik ben al een tijdje niet gegaan, hè. Zou je vrijwillig zijn? Gaan? Ik. Psych! Let's go. Yes. Zo. Yes. Kom maar. Fuck! 1-1, 1-1. Er is spanning nu, hè. Broer, mijn hart klopt, man. Kom, tegelijk. Yes! Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen, boy! Fuck, ik heb hier zo geen fucking zin in, bro. Heb jij er zin in? Ik heb fucking zin in. Ik heb er ook zin in. Ik heb er ook zin in. Maar jongens, Nesem gaat het veld in. Oh, besef hè, dat ik gewoon al heel de dag gewoon beïnvloed ben door... Dacht van, ja, straks moet ik het veld in. Gewoon in Italië moet ik weer gekke dingen gaan doen bij Italianen en zo. Maar hey, weet je wat mooie nieuws is? Ik hoef niet. Ik ben echt blij. Luister, komt er een gezinnetje met 2 kinderen de hoek om. Ja, ja. Vraag waar het Colosseum is en zeg dat ze het de hele tijd mis hebben. Dat vraagt de man. Do you guys know where the Colosseum is? You know where the Colosseum is? Pak er nog een. The Colosseum. This? No, you're wrong. Is this the Colosseum? Yo, you're wrong. Zeg dat je het fout. The other one. The other one. Is this the Colosseum? Geef er een hand. Awkward handshake. Awkward handshake. Okay, well thank you. Oh, sorry. Yes. Kies maar iemand uit, je gaat voor iemand staan en dan zeg je, mag ik wat vragen en je blijft ze aankijken. Can I ask something? Wait. Kijk ze aan. Doe je bril af. Pet af. How do you say it? Aankijken. Yeah. Niks zeggen. Geen hum. Handen naar beneden. Aankijken. Mag ik een kus? Oh yeah. Can I have a kiss on the cheek? It was a long... No? Ga voor ze staan. Ga op je knieën. Ga op je how knieën. How do you say it? Niks zeggen. Blijf zitten. Raak de schoenen aan gewoon. Dat is een nice... Oh, sorry. Ga voor ze liggen. Pak hun enkels vast. Is this the new All-Star? Is dit de nieuwe All-Star? Kus één van de All-Stars. Ja, k***, nou eens op van mij. Ik ga geen voeten kussen. Ben je helemaal gek geworden. Oké, je moet even goed luisteren.
Je mag zelf iemand uitkiezen, oké? Dan ga je de weg vragen en dan ga je gewoon bellen. En je houdt diegene zo lang mogelijk staande. Can I ask you something? Do you know the big tower? Bellen. Hallo? Ga voor je staan, ze mogen niet weg. Hou ze vast. Hey, doe alsof je boos wordt. Nee, ik ben dan... I'm gonna suck your balls tonight, I told you. No, I didn't say I would suck your balls tonight, tomorrow. Vraag om zijn zakdoek. Can I have a tissue? Do you have a tissue for me? Thank you. I'm sorry. Doe me in je zak. Doe me in je zak. Do you? Doe me in je zak. I'm looking for... Sorry. Just one. Je moet die zakdoek hebben. Yes. Oh, shit. One more. Ik wil zeggen, gebruik de zakdoek. I have your tissue. En dan ga je ermee over je piemel wrijven. For me. Ga nog één keer voor ze staan, over je piemel wrijven. Wait, can I put it on my balls? Jongens, dit kan echt niet. Ik zit er iemand zo snot in mijn hand, bro. Ik ga iets vragen aan ze, waar het Colosseum is. Ga nu in kleermaker zit voor ze zitten. Kleermaker zit. Gaan we staan. Jij pakt is dat de Colosseum? Ah, godverdamme. Probeer iemand te versieren, man. Hi, knuffel. Can I ask you something? Yeah. My name is Nassim. And I'm looking knuffel. For knuffel. Knuffel, a date. Can I knuffle you? You know what date? Say, I want to have a knuffle. You know date? Hugs are free. Hugs are free. Hug? Intense. How the fuck? Thank another you. Another one. Thank it's free. You very much. There's another one. DJ Kelly. Another one? You're from China? Yeah. Oh, konnichiwa. Sure. You eat sushi? No. You don't eat sushi. You eat rice. Rice. Hey, dan hebben we toch iets gemeen. We have a click. Click? Yes? Okay. Hey. Ga hem helpen verkopen. Ga hem helpen verkopen. Pak hem vast. Pak dat ding vast. En help hem verkopen. I help you. Hey, look. 1 euro. Loop beautiful Colosseum. 1 euro. I help you, help you. Oké. Okay. 3 euro. En Isaac. Nee, die kan ik niet zeggen, maar check eens erbij. Ga nu. Ga bij die. Ik, bij die meid hier. Ga maar iets. Ga daar wijzen. Ja, man, bro. Ga er wijzen. Ja, ga mee wijzen. Staan, Schuur er eentje. Een beetje erachter schuren. Doe een beetje. Die oude vindt het leuk. Ines, kom even terug. Ik heb wat voor je meegenomen. Ik hoop dat je weet wat het is. Zo kan je niet zijn, man, bro. Voor de kijkers thuis die niet weten wat het is, het is een kut. Improviseer. Ah, godverdamme. Can I ask you something? I'm doing a little interview today. You're Italian? No. From where are you? You know what this is? No, I've never seen that. Can I ask you something? I am busy with an interview. Do you know where the Colosseum is? Colosseum. If the biggest... thing in the world. Do you know? Do you don't know where it is? Ah, grappig. Ik heb mijn vinger aangeraakt. Picture. You too. Picture. Look. Doe hem op zijn vinger. Doe hem op zijn vinger. Hij vond het ook leuk. Er is zo'n guy voor je, met die selfie stick. Doe gelijk die pocketbusje bij. Touch it, zeg dat hij waar is. Lekker man, we zijn er. Fuck a ride in the pussy man. You have it on camera. You save this one, hè? If you want, you put your selfie stick in this. You buy. I used it once. I'm also married, no problem. Sir. En stop hem in die kut. Can I try? Can I try? Rockboos. Hij is fucking boos. Mag iemand of een foto van je maken? Van die chick. Can you take a picture from me? Doe je tong bij die kut. Doe je tong bij die kut. Yes? Lik hem. You have one? Yes? Ik ga één stap naar achteren. Lik hem. Alsjeblieft lik hem. Lik hem. Dit. Lik hem gewoon. Lik hem. Het is in één keer in Italië. Je moet het doen. Je gaat niet likken. Ik ga die kut niet likken, man. Jullie zijn helemaal gek in jullie fucking hoofd geworden, man. Thank you very much. The picture is for you. Nou, kom erbij. Hoe was het? Ja, het is gewoon kut. Kijk, ik moet wel zeggen. Ja, kut. Ja. Oh, ja, grappig. Ten eerste, het is in Italië, oké? Okay? Niemand heeft hier zin in. Alleen wij. Voor de rest van iedereen hartstikke... Kut. Ja. Ik heb net gehoord dat die man 3 keer heeft gebruikt. Nee. En ik zat gewoon 5 centimeter van jou dik in een kut gewoon. Het is al wel een paar maanden geleden. Het was een mooie dag. Het was een één groot avontuur. Maar ik moet wel zeggen, ik denk dat we echt naar andere plekken moeten gaan. Hey, maar hoezo zijn wij in al die seizoenen nog niet op een pocketpussy gekomen, man? Ja, alleen Tony heeft die vieze ideeën. Ik vond het een hele uitdaging. Ik hoop dat jij het leuk vond. Ja, ik vond het fucking vet. Het is moeilijk, maar het is wel fucking vet. Maar het is mijn eerste keer, dus dit is mijn referentie. Ja. Dank je voor het kijken naar de eerste automatisch in het buitenland met Tony Junior. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben ons best gedaan en plezier gehad. We hebben echt lang gedraaid vandaag. Nou jongens, leuk dat jullie keken. Super gaande, automatisch. We gaan het weer vaker terugbrengen. Dit is Tony Junior. Waar kunnen ze allemaal op volgen? Tony Junior.
Vul maar in, alles. Tony Junior. In de beschrijving. Komt toch goed, toch? Ja, ja, dat komt goed, man. Volg hem, hij DJ, hij vlogt er ook bij. Hij is echt gewoon super lekker bezig. Ik hou van jullie, we houden van Rome, we houden van... Ah, je hebt wat me... Ik kan hem niet op mijn gezicht zetten. Indirect. Ja, ik ben klaar ermee. Ja, dag, later, man.